In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Beste broeders en zusters, goedenavond en van harte welkom om aan deze uitstelling van de Eucharistie te vieren. Het eerste woord dat God aan het begin van deze viering tot ons richt is: ik ben het heil van mijn volk. En het is tot ieder van ons persoonlijk gericht. Wij mogen uit zijn mond horen dat hij voor ieder van ons het heil is. Maar als ik door de vinger Gods de duivel uitdrijf, dan is inderdaad het Rijk Gods tot u gekomen, zegt Jezus in het Evangelie. Daarom schromen wij ook niet om deze viering te beginnen luisteren, dat is het centraal woord in de eerste lezing, maar uiteindelijk ook in het Evangelie. U hebt luisteren en luisteren. Hoe luisteren wij? Hoe luisteren wij naar het woord van God, naar Jezus? Hoe vaak komen wij in het Evangelie niet tegen dat men selectief naar Jezus luistert, alleen maar wil horen wat aangenaam is, wat goed uitkomt. Maar ook dat men luistert met de bedoeling hem te vangen, te beschuldigen, zodat u dus niet naar hem hoeft te luisteren. Maar in hoeverre moet ik dat men misschien niet vervangen door mijn eigen naam? Wij zullen de komende tijd Petrus tegenkomen die ook selectief luistert bij de eerste lijdensvoorspelling. Dat nooit, maar krijgt hij niet van Jezus te horen: terug, Satan, u laat u leiden door menselijke overwegingen. Tijdens deze aanbidding zullen wij even nadenken over de woorden van Jezus in het Evangelie van vandaag. Laat ons bidden. Heer, wij vragen u ootmoedig dat wij ons met des te meer toewijding voorbereiden op de viering van het paasmysterie, naarmate de dag nabij komt waarop wij met vreugde ons heil mogen gedenken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met uw leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum.
tweede dag van de novena van Sint Jozef. Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen en u speciaal bidden voor de kerk, de gemeenschap van gelovigen, dat wij één gemeenschap mogen zijn die met een open oor en een open hart luistert naar het woord dat God tot ons spreekt. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Dat wij leren luisteren naar de noodkreten die opstijgen uit de mond van vertwijfelde en hulpbehoevende medemensen. Laat ons bidden. Dat wij de waarde van de stilte te midden van een soms onverdovende wereld mogen gaan ontdekken en beleven. Laat ons bidden. Om zegen voor hen die juist in deze tijd de stilte opzoeken voor retraite en bezinning. Laat ons bidden. Om de rust van het eeuwige leven voor onze dierbare overledenen. Laat ons bidden. Sint Jozef, tijdens uw leven waart gij een man van hoop. Rondom u deelden allen in de hoop op zekere dag hun verlossing te zien gebeuren. En zie, in uw gezin leefde de Messias van God aan uw zijde, verenigd met u, zoals zijn zoon met zijn vader. Het was een teken van de goedheid en van de trouw van God. En deze trouw, vanuit de wil van de Allerhoogste zijn woord te houden, opende voor u een toekomst van hoop zonder grenzen. Het kon niet anders dan dat gij uw hoop gesteld hebt op het heil voor Maria en voor uzelf, daar gij God zelf onthaald hebt in uw leven. Doorheen de onvoorzienbare omstandigheden die zich voordeden, zoals de pijnlijke omstandigheden van de geboorte van Jezus, de vlucht naar Egypte, het verblijf daar in ballingschap, was uw enige kracht, uw onwankelbaar geloof in de goedheid, de kracht en de trouw van God. Dit verklaart voor zeker de rustige opgeruimdheid die gij uitstraalde. Gij wist dat God het laatste woord zou hebben in alles wat u kon overkomen. Sint Jozef, konden wij van u maar leren te hopen. Gij weet het, het leven ontziet ons niets. Onze schoonste beloften vallen de een na de andere weg. Onze meest aantrekkelijke verlangens vallen in duigen, zodat wie gisteren droomde van een vruchtbaar en gegeven leven, vandaag gevangen zit in dagelijkse kleingeestigheden. Dat alles was overweldigend, zelfs verbazingwekkend. En zonder het geloof zou het de vorm aangenomen hebben van een onmogelijk mysterie. Maar gij beloofde dat, wanneer God tot de mensen spreekt, hij hem niet zou kunnen bedriegen. Daarom, zonder tegen te spreken of vragen te stellen, zijt gij vooruitgegaan en gelukkig te stappen in het licht, want God was aanwezig. Het is in dit geloof dat gij uw leven verbonden hebt aan dat van Maria door u zo te plooien naar de goddelijke plannen. Zo opende gij meteen alle wegen om het heil van de mensen te verwezenlijken. Op onze beurt verlangen wij toegang te krijgen tot dit geloof dat het uwe was, zodat God in ons kan wonen en dat wij trouw zouden zijn aan zijn bedoelingen. Wij zijn soms besluiteloos in ons christelijk leven. Wij geloven in God, in Christus en in de kerk, maar wij leven dikwijls aan de rand van ons geloof.
Zoals uw geloof gans uw leven geleid heeft, zo verlangen ook wij dat het voor ons het licht wordt dat ons onophoudelijk aantrekt en leidt in ons dagelijks doen en laten. Mogen wij door het geloof altijd de hand van God aanvoelen in de gebeurtenissen, zodat wij daardoor deelnemen aan zijn werk van rechtvaardigheid, van vrede en van liefde. Amen. Bidden wij samen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Jozef. De goddelijke genade heeft u overladen. Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen. Gij zijt de gezegende onder alle mannen. En gezegend is Jezus, het goddelijke kind van uw maagdelijke bruid. Heilige Jozef, tot vader gegeven aan de Zoon van God, bid voor ons in onze zorgen, voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen. En gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen. Tantum ergo sacramento, venere morte noi, et ante cum documento, noce datri tui, rest et fine supplemento, sensum defectui, genitori, genitoque, laus et jubilatio, sanus honor virtus quoque, sit et benedictio. Cedenti ab utroque, comparsit laudare Sanctio. Amen. Panem de celis prestit est eis, omne delactamentum in se habentem. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, in dit wonderbaar sacrament hebt Gij ons de gedachtenis nagelaten van uw lijden en sterven. Wij bidden u, laat ons de heilige geheimen van uw lichaam en bloed met zo grote eerbied vieren, dat wij de genade van uw verlossing voortdurend in ons ervaren. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis, prost hoc exilio, ostendo. O clemens, o Gaat u allen in vrede.